voelt het nou om als 15-jarige met zo'n ding te rijden? Mooi. Welkom terug, dames en heren. Ik ben dus onderweg naar Liesel. En daar is een van de grootste truckshows die we kennen. En als het goed is, is Bas daar ook weer. Bas Kool, je kent hem wel, die in de vorige truckshow de eerste prijs won. Goedemiddag. Hi, goeiedag. 3 euro alsjeblieft. Ja, dat hebben wij. We kregen een hele berg klein geld, dus... Bijna ja, zo is het. En 2. Ja, top. Dag, veel plezier vandaag. Dankjewel. Doei. Als je dan ziet hoeveel auto's er staan, joh. Daar ook. Opkomst is goed. Ja, gewoon nog een bandje. Ja. Ik kom straks terug, wil ik nog een bandje. Ja, dan moet ik morgen terugkomen. Mag ik nog even de tas kijken, alsjeblieft? Als je op een evenement komt, heb je een flesje drinken bij je. Dan mag je dat niet meenemen. We horen alweer het nodige reffen. Maar nou is de grote vraag. Waar is Bas? Terwijl ik Bas op zoek ben, neem ik jullie alvast mee over het terrein en we zien dat er voor jong en oud van alles te beleven is. Hier een heel gaaf onderdeel. Het zijn radiografische vrachtwagens die bestuurd worden en ze voeren eigenlijk allerlei dagelijkse taken uit om het zo echt mogelijk te doen laten lijken. Terwijl we hier verder lopen, zie ik op een gegeven moment een vrachtwagen met hele mooie klassieke vrachtwagens achterop staan. Dat trekt natuurlijk meteen mijn aandacht en terwijl ik dit mooie staat te aanschouwen, hoor ik een gebulder van enorme motoren. Tussen deze ronkende motoren van de vrachtwagens vinden we natuurlijk kraampjes waar we allerlei accessoires voor kunnen vinden om de vrachtwagen nog mooier te maken. Of het nou kleding is, of een nieuwe grill, of beukleding van de vrachtwagen, je kan het hier allemaal vinden. En terwijl ik hier mijn ogen uitkijk naar al die prachtige wagens, komen we iemand anders tegen. Hoe is het? Jongen! Hoe is het? Dat is de camping tour. Ja man. Ik denk ja hoor, dan vind ik die wagen, dan zie ik hun niet. Ik wil eens een lange dag worden. Ja, ja. Maar het begon altijd wel, het is schreeuwen. Ja. We moeten poetsen. Mij lijkt dat hem wel. Maar ook ja.
De beruchte opa. Uitgangscentrum van Hoeplom. Hij gaat erop af om foto's te maken. Een routineklus. Maar deze routineklus wordt zijn grootste nachtmerrie. Hey, daar hadden we het vorige keer over, hè? Ja, toen was hij er niet. Toen was hij er niet. Nou, heb je hem. En? Die speurt je, hè? Ja, ja, ook nog. Hij heeft een muscle. Hey kerel! Ben jij er ook weer? Ja, jij zit er weer voor in, hè? Hier zit een alcohol. Oh ja. Ryan! Ik zag die foto, hij zei papa met naam erop, dit en dat. Ik zei, nou neem mij dat ding hier op. Ik heb het ook vroeger van mijn vader gehad. Dus ja. Zijn opa deed dat ook. Heb jouw vader jouw instituut gegeven? 141 jaar. Ja? Bouwjaar 1981, net zoals het ik ben. Hoe vet is dat dat jij dat er ook kan doen op rijden? Bordje erop, 16 kilometer, een hele muil in de ronde. Geweldig. Dit vind ik zo. Als ze nu tegen mij zeggen, Bas, deze krijg jij. Lever de jouwe in. Houdoe. Dan is hij weg. Dan neemt hij gewoon die oude. Ja. Ja. Nou mensen. De slaapruimte voor vannacht, hè. Nu komt het. Nu komt het. Natuurlijk wat voor jou. Hallo. Ja, ja. Je hebt het er in Spanje meegemaakt. Je hebt van alle dingen mee. Dus ik wou deze sowieso aan jou geven. Ah, vet man. Dat is vet. Die zijn nog niet officieel uit. Dus ik ben echt een van de eerste die hem heb. Dat is wel cool. Over drie weken komt van WSI komt hij vanzelf uit. Geweldig. Dus. Super bedankt man. Ook alles erop en zelfs hier, eronder krantjes Heineken die erop kan zitten. Ja. Echt tot alle details, ja. Hè. Geweldig. Precies hoe die is. Tja. Zelfs dat rode pluche zit erin. Ja. Zie je dat? Ja. Ja, kijk maar. Zie je zo door naar binnen kijk. Tot raam. Dan hebben we er niet veel van WSI. Nee. Maar ja, hij ziet er wel hoe het uit. Het is gewoon echt een lichtpakkie en... Zelfs aan deze kant heb ik dus geen sfeer en beleving. Die kant wel, die kant niet. Is dit echt ook zo? Die kleine details. Van binnen helemaal de pluche erin. Ja, het is knap hoor. Het is echt wel makkelijk. Deze is echt wel heel mooi gemaakt. Dat is nog eens een verrassing, jongens. Ja, ja. Hij heeft een korte broek mee. Maar ook in de krant. Maar met zo'n geel bondje doe je ja, dan... kijk, groen is voor... hun zijn Duitsers. Ja. Yeah. En heb je nog een andere kleur, dat is weer voor een andere land. En iedereen heeft eigenwijs ding. Dus het heeft allemaal weer te maken met de uitreiking. Want dat heb ik eigenlijk 65. Ja, geel toch, of zo? 65. Ja. Truc nationaal. En dan doe je ook mee, of in zo? In die klasse doe ik mee, ja. Oh, zo. Eerder gezien, maar is het gewoon laten sturen. Hij heeft hem meegenomen, hè. Uiteraard. De auto van opa? Ja, zegt hij. Volg hem uit, hè? Ja, ja. De auto van opa? Ja. Kan ik hem een luchtvis gaan geven? Mooi miniatuur. Hallo. Mooi. Welke is dat dan? Dank u wel. Die heb ik jullie. Ja, is wel mooi. Ja, is wel mooi. De avond ervoor, tot diep in de nacht, werd er gesleuteld om deze lampjes erop te maken. Moesten we even gekken? Het moet gekken. Ik vond het wel mooi zo. Ja. Ja. Helemaal vrijgevraagd voor hem. Dan krijg je dit. Ja, ja. We weten wel wat er op die boot staat. Ja, bedoel. Dat bedoel ik. Wolf Loe, hè? Wou er eerst geven. Moet ik dat ook in? Nee hoor. Ja, dit is onze welbekende Leo. Goed, jongens. Hey. Kom je daar aan? Ja, kom maar.
Klaas. Oh. 7 schotten. Zo. Ja, maar houden. Mooi, full house. Full house, incasseren. Ja, dat dacht ik al wel. Goed gelopen, ik hoor het al. Ze hebben wel goede spek gehad. Goed werk. Bruine boterhammen. Ja. Onze oude shopper. Hij moet natuurlijk poetsmiddel hebben. Ja. Ja. Onze cameraman. Hoe is het nou? Ja, lekker. Hoe is het jou? Ja, prima. Op passen dat ik leef verbrand hier. Ja, die hoed op. Hoed op. Het is lekker rustig aan. Dus, valt de show? Ja, zeker. Ben je geslaagd? Ja, of poetsen. Als je... Maar ik heb hier om. Deze wordt eindelijk thuis. Ja, die twee heb ik staan. Ja, die hebben we eindelijk. Waar is die andere? Zijn auto heb ik als eerste auto. Oké. Okay. En dit heb ook nog meegenomen. Deze oude van je achter Mercedes. Deze auto, die is al zo oud, maar als je van binnen en van buiten bekijkt, dat is gewoon nieuw. Ja, ja. Hij ziet er ook wel heel goed uit, hè? Ja. Nee. Gaan we eens even kijken bij boer Harms. Deze hadden we nog niet gezien. Helaas viel Bas dit keer niet in de prijzen. De publieksprijs is gegaan naar Manders met deze prachtige blauwe trekker. Er waren nog meer prijzen te winnen. Dit kan je eventueel vinden op de website van dit evenement. En vervolgens het spektakel van vertrekken is ook nog echt wel de moeite waard. Wij besluiten na dit heel geheel met z'n allen even lekker uit eten te gaan.
Dag! Komt Jan hoor. Geweldig. Eten! See you next time! Lust je geen sla? Nooit? Na lekker te hebben gegeten, gaan we allemaal weer huiswaarts.